kijkers van de gemeente Baren. Vandaag kijkt u voor het eerst naar lokaal tv Baren. Aan het begin van deze proefuitzending zag u ons logo, waarbij wij de naam van onze omroep hebben afgekort tot LTV. In het spraakgebruik zullen we voortaan alleen spreken over LTV Baren. Deze proefuitzending duurt ongeveer een half uur. In het eerste half uur treft u nog niet een programma aan dat ons definitief voor ogen staat. Eerst hebben we een aantal weken nodig om te oefenen. En als het allemaal goed gaat, hopen wij over circa 2 maanden een vast programma te kunnen uitzenden. Waarbij we elke werkdag een vers programma brengen van steeds een half uur. Om dit half uur te kunnen bekijken, hoeft u niet op de klok te letten. Op elk moment van de dag kunt u ons bereiken op kanaal 8. Tot zover een toelichting op een eerste begin van LTV Baren. Wij wensen u hierbij veel kijkplezier en tot de volgende keer. Zo straks hebt u voor het eerst kennis gemaakt met Therese Kleine, de vaste omroepster van LTV Baren. Zelf ben ik Sjors de Haan en ook mijn persoon zult u de komende tijd regelmatig in beeld zien. De ene keer om iets aan te kondigen, de andere keer om een lokaal nieuwsonderwerp toe te lichten. Hierna krijgt u een mix van willekeurige onderwerpen te zien, soms van korte en soms van lange duur. Al deze onderwerpen laten u zien wat u de komende tijd van ons kunt verwachten. Ook een kijkje bij de openbare raadsvergaderingen hoort tot het vaste programma van LTV Baren. Hierna alvast een voorproefje. Ja, volgens mij is het hem. Is die vol, Wim? Is die vol? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. We gaan letten nu. Dat er nog maar veel mogen volgen. Moet ik het nog even herhalen? Dag kijkers, ik wens u een hele prettige uitzending. Je weet het niet, je weet het niet. Ik heb het goede leven. Wat is dit nou? Onder de weg komen. Dames en heren, ik open deze vergadering. Heet u al hartelijk welkom. Ik meld dat in ieder geval afwezig is mevrouw Nijholt. Van de twee afwezigen hoop ik dat zij er komen, want ik heb daar niets van gehoord. Ik meld u ook dat de heer Welpers zeer welkom voor de eerste maal in deze context en achter deze tafel de heer Vlieger vervangen met de gemeentefamilieomstandigheden van de huismoest. Al eerder brachten wij naar voren dat het niet verstandig zou zijn, de Plataanlaan, de Gerrits van de Veenlaan, en zoals ik net zei, het laatste stuk van de Westerparkweg toch in de 50 kilometer zone te houden. Uiteindelijk hebben we ons erbij neergelegd om dat toch ook terug te brengen naar 30. Ik kom daar zo nog wel even op terug. Uiteraard is het zo dat onze fractie ook de verkeersveiligheid hoog in het vaandel heeft. Dat mag buiten twijfel zijn. Dat ik dat zeg, mag u zich zeker voorstellen. Maar daarnaast is het zo dat het natuurlijk ook wel aantrekkelijk is om 30 kilometer goed te keuren hier in de Raad. We doen dat voor ons. Angelique Sino. Ik werk hier in Baren met het BTT. En dat is ongeveer voor 3 dagen in de week. Ik heb een vast wijkje en dat kun je lekker even tussendoor doen, terwijl je andere huishoudelijke werk er ook nog gewoon bij hebt. En dat is een leuke baan. Je komt op straat, je ontmoet mensen, je sorteert 's ochtends je post, je gaat het op wijk zetten en dan vul je je tassen. Je gaat de straat op en je bezorgt iedereen zijn briefjes en zijn krantjes van die dag. En als je het weer mee hebt, is het natuurlijk nog beter. Maar er zijn ook wel eens dagen met regen, dus ik hoop dat het vandaag een beetje redelijk weer is. Hoe lang doe je dit nu? Dit doe ik nu 3,5 jaar. 3,5 jaar? Ja.
3,5 jaar en sinds 1,5 jaar op een vast contractbasis. En wat zijn de leukste dingen die je in de wijk meemaakt? De leukste dingen, ja, als je in een vaste wijk loopt, dan krijg je vaak je vaste klanten die buiten even een praatje komen maken. Of gewoon als er een geboorte is. Je hebt alles gelijk als eerste door. Begrafenissen en dat soort dingen is natuurlijk minder leuk op bezigheid, maar dat hoort er ook bij. Ja, je ziet gewoon veel op straat. Je bent constant buiten. Als je in een supermarkt of een winkel staat, dan zit je toch tussen die vier muren. En de postbode komt overal. Wel eens een beet van een hond gehad? Nee, nog nooit. Maar moet ik zeggen, ik ben ook niet bang voor honden, maar het gebeurt wel. Er is afgelopen 2 maanden zijn er 2 mensen gebeten, maar het is zelden dat het voorkomt. Wat is nou het meest lastigste in de wijk? Het meest lastigste? Ja. Oeh. Het zijn niet mensen, maar is het weer? Nou, sommige mensen, maar het zijn meestal de vaste mensen dan. Een beetje altijd dezelfde mensen. Het weer neem je gewoon op de koop toe. Iedereen heeft wel eens slecht weer of een slechte dag. En ja, echt lastige dingen. Nee, ik zou het zo eten niet weten. Dus alleen maar plezierig om nog een paar jaar vol te houden? Voor mij wel, ja. Voor mij is het echt alleen maar positief. Okay. Ben ik misschien een uitzondering, maar het bevalt mij zeer goed. Zijn er meer dames hier aan het werk in Baarn? Ja, er werken er op het ogenblik een stuk of 7, 8. En dat zijn ook voornamelijk parttime werksters. Die komen 's ochtends een ochtendwijk lopen of 's middags een middagwijk. En dat is dan 2-3 uurtjes werk. En dan kun je weer richting huis gaan. Zitten er ook moeders tussen die dames? Ja, we hebben daar 3 moeders tussen. 1 moeder met wat oudere kinderen, die al boven de 15 jaar zijn. En 1 moeder met een klein kindje. En dat is goed voor me. Ja, ook met schoolgaande kinderen? Ja, er wordt dan gewoon gezegd van nou, ik heb die en die tijd beschikbaar. Daar wordt een afspraak over gemaakt, er wordt een wijkje voor uitgezocht. En dat wordt gewoon een beetje gepast in gemeente dat het allemaal een beetje overeenkomt. Niet dat het kind een kwartier of 20 minuten op het schoolplein staat te wachten. Dat wordt allemaal een beetje goed berekend. Dat gaat goed dus? Ja, dat gaat prima. Tenminste, ik heb nog nooit geen huisvrouwtje erover horen klagen. Hoe zei je dat? Huisvrouwtje? Een huisvrouwtje, ja. Maar zo noem ik mezelf ook. Het is een algemene roep, maar... Oké. Zullen we er nu de wijk maar in gaan? Ja, het is leuk. Gezellig. Ik neem een collegaatje mee, want die moet het nog allemaal leren. Dus we zijn met z'n tweeën. Dus het zit erop voor vandaag? Ja, dit was mijn wijk. Ik heb het gehad voor vandaag. Ik ben alles kwijt, geen pakjes over. Dus ik kan mijn fiets naar het postkantoor brengen.